Langzaam maar zeker gaat Nederland steeds een beetje meer open. Positieve geluiden die bij Dizzy Dance fijn in de oren klinken en zorgen dat de voetjes niet meer op de vloer te houden zijn. Voor ons betekent dat dat we wel gaan optreden in de Schouwburg, maar nog niet voor publiek. Wij hebben ervoor gekozen om op 17 juli de dansers voor de dansers te laten optreden. En wij hopen daar gewoon een hele leuke dag van te maken. En de plannen zijn natuurlijk dat we volgend jaar hopelijk weer wat vaker mogen gaan optreden. En weer op deze manier het laddertje omhoog gaan klimmen naar nog meer optredens en nog meer mooie stukken maken. De lockdown is ook bij Dizzy Dance niet in de koude kleren gaan zitten. Tijdens de hele lockdown zijn we gewoon doorgegaan met dansen. We zijn via Zoom gaan dansen. We zijn buiten gaan dansen. En vanaf het moment eigenlijk dat we weer naar binnen mochten, zijn we natuurlijk naar binnen gegaan. En gelukkig zijn er steeds minder beperkingen en kunnen we iedereen weer ontvangen. Maar gedurende de tijd dat we de lockdown hadden, vonden we het natuurlijk super fijn dat al onze dansers en ook alle andere Eccentrics-leden ons trouw zijn gebleven. En wij vinden dat eigenlijk niet vanzelfsprekend. Wij vonden het heel bijzonder dat we op deze manier toch verbonden bleven met elkaar. En wij dachten van, wat kunnen wij dan doen voor onze leden? Om te laten zien hoezeer wij waarderen dat ze nog steeds ons trouw zijn gebleven. Dus bij ons zijn blijven dansen. En toen zijn we met het team bij elkaar gaan zitten. En toen dachten we gaan het andersom doen. Als je praat over een contributie die doorloopt, onze lessen liepen door. Dan denk je, het is toch niet hetzelfde geweest. Dus wij dachten, we gaan iets extra's voor ze doen. En daarom hadden wij een giftcard ontwikkeld. En met de giftcard konden alle leden iets extra's kiezen wat ze wouden doen. Ze konden kiezen voor een dansshirt of een tas. Ze konden ook meedoen, de kleine kinderen, aan een dansdoedag. Die heeft plaatsgevonden in de meivakantie. Met dans en spellen, leuke activiteiten. We hebben hip-hop workshops georganiseerd. Vandaag jazz workshops. En vorig weekend stond in het teken van held. Fit en gezond. Dus we hebben eigenlijk ieder weekend wat te vieren gehad. Het is inmiddels zo'n 2,5 jaar geleden dat Dizzy voor het laatst op de planken van de Schouwburg stond. De pijlen zijn nu gericht op een grote show volgend jaar, met publiek. Ja, wij verheugen ons daar enorm op. Dus zoals het er nu uitziet, proberen we zelfs al in december een kleinere voorstelling met minder grote groepen te doen. En we hopen heel erg dat volgend jaar ook weer rond het einde van het schooljaar een hele grote voorstelling mogen doen. Dat is bij Dizzy eigenlijk toch wel iets wat al onze leden zich jaren en jaren herinneren. Dat zijn de prachtige grote voorstellingen. Niet alleen het optreden, maar ook alles eromheen. Het werken daarnaartoe en de vriendschappen die ontstaan. Dus dat hebben we ook heel erg gemist de afgelopen jaren. Dus wij gaan ervoor, wij zijn er klaar voor.